wat wij als kind zijnde, ja, toch wel ervaren hebben. Dat mijn opa was dan toch wel dominant. En die zei, doorgooi soms slaap met de bliefie. En man vroeg hij wakker wordt is door de tafel met een stoel door creëren. En verder voor de rest, ja, waren ze toch bij ons in huis. Dat was een stukje. Mijn vader en moeder gingen soms een 5 uur melken. En opa moest op ons passen. Dan ging wie met de fiets naar school. En dan lagen de landlopers achter op de deel op de grond. In hooi of in stro. En dat vonden we heel gewoon. Was helemaal geen probleem. En die deden ons ook niks. Tot er op de ochtend. Ik had niet als boetensteun. Ik wist niet wat ik zag. Haal me... Oh, ja, kijk dat wel. Ja. Haal me papier. Haal me papier. Nou, ik had nog nooit een man zien bloot. Ik denk, jee, wat kreeuw nu dat toch? Ik mijn opa ophaald. Stond hier min voor de moeder. Reis die behoefte te doen. En mijn opa werd natuurlijk kwaad. Die wil dat niet meer zien. Hij zegt, dit is de eerste en de laatste keer dat dit hier gebeurt. Dat doen we hier nooit meer. En zo heeft mijn opa een krans ophaald voor de bibs met afkoffing. En zo moest ze netjes de broek weer omhoog doen. Is het opgeruimd en is ze weer vertrekken.